En staatsoliemaatschappij Suriname en Tullow Oil hebben gisteren het productiedelingscontract voor het offshore blok 62 ondertekend. Met dit contract vergroot Tullow Oil het gebied waarin het bedrijf olie zoekt. Het gebied is ruim 4000 vierkante kilometer groot. Rudolf Elias, managing director van Staatsolie, en Ian Cloak, executive vice president New Ventures van Tullow Oil, ondertekenden het contract. De overeenkomst geldt voor 30 jaar. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en productieperiode. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Tullow Oil en worden pas terugbetaald nadat er olie is ontdekt en in productie is gebracht. In het contract is ruime aandacht besteed aan veiligheid en het milieu en er zal werkgelegenheid gecreëerd worden voor lokaal kader. Het Brits-Ierse Tullow Oil is een van de grootste oliemaatschappijen van Europa met activiteiten in onder meer in Afrika en Zuid-Amerika.